oud oorlogsschip. En daar staat je campertje dan naast. Hoi, een nieuwe week. Een nieuwe vlog. Vlog 83. Ja. En vlog 83 is het verste puntje van onze reis. Verder naar het noorden kunnen we niet. Tenminste, niet overweg. Nee. We zijn in Estland. Ja. En deze week zijn we naar Tallinn geweest. Weer een mooie stad. Echt de moeite waard. En we hebben verder getrokken langs de mooie kust van de Finse Golf. Bizar mooi. Ja, er is een snoepje tussen gevallen. Die krijg je er niet uit, denk ik. Wacht maar, kijk. En we kregen vragen of we last hebben gehad van storm Hans. Nou, helemaal niet. Nee hoor. Ik denk dat wij zo'n beetje het beste weer van Europa hebben. Af en toe een klein buitje, maar dat mag de naam niet hebben. En verder lopen we de hele dag, nou, Rob in zijn korte broek, ik in mijn dunne broek. Gewoon goed. Dus geen last van storm Hans, gelukkig. Nee, helemaal niet. Nou, ga lekker kijken. Veel plezier. Hebben we toch weer zo'n allemachtig mooi plekje. Moet je nou toch eens even kijken waar we nu weer zijn. Er zitten nog wat jongeren met een muziekje. Steiger. Een zonnetje. Bijna onder. En een enorm lang parkeerterrein met heel veel campers. En Habsalu, waar we staan, is een leuk dorpje. We hebben vanmiddag even een rondje gelopen. Morgen gaan we fietsen. Lekker. Ik hoop het. Nou, die croissant is lekker ook. Ja, is croissant lekker. Ja. Zondagochtend, oh nee, zondagmiddag croissantje. Een zondagmiddag croissantje. Lekker hoor. Op het fietsje gehaald, door de regen. Bij een echte bakker. Bij een echte bakker. Regenbuitje erbij. Ja. Het is een beetje wisselvallig vandaag, maar niet verkeerd. Ik vind het wel niet, nee. Het is wel lekker weer. Zo. Nou, gaan we straks maar eens even een rondje fietsen. Ja. Zullen we kijken waar we nou eigenlijk zijn? Habsalu. In Habsalu. Ja. Het is best leuk om even rond te kijken. In Habsalu. We zijn hier op het station van Habsalu. Helemaal aan het eind zie je het bordje hangen. En het is een oud station, het wordt niet meer gebruikt hoor. Het is nu een museum. En daar staat dat oud treinenspul. Kijk, hier naast me. Een dikke stoomlocomotief met zijn tender en nog een wagon erachter. En iets verder daarachter ook nog een stoomlocomotief. En een diesellok. Hier nog zo'n stoomding met tender. Een stoomlocomotief. Het is
naast het vulstation voor water. Ja, op de trein moet je ook wel eens wachten. Hè. Dus wat doe je hier? Ja, dan zit je te wachten op de trein. Boris doet net alsof hij niet ziet wat er aan de hand is. Dat zijn baas bezig is met zijn fietskar. Ik wil er niks van weten, denkt Boris. Maar ja, je gaat toch met ons mee. De haven van Hapsalu. En daar, heel in de verte, is kerktoren. Dat zal het centrum zijn. Dat witte huis schijnt het mooiste huis van Hapsalu te zijn. Ja, en wat is het mooiste? Dat is natuurlijk ook zo subjectief. De kasteelmuren. En ik denk dat er echt alleen nog maar muren zijn. Met een museum, kathedraal. Onderweg van Hapsalu naar een stadje of een dorpje vlak voor Tallinn. Want echt naar Tallinn rijden we nog niet, hè? Nee, we gaan nog niet naar Tallinn, want het is vandaag 32 graden. Het is niet zo stadsweer. De weersverwachting van morgen is een beetje beter. Dus we gaan even buiten Tallinn op een camping staan. Ja. En we hebben al een wandeling gemaakt voor Boris en onszelf, dus vanmiddag wordt het onder het luifeltje. Ja. Even niksen. Even niksen, even douchen. Oeh, daar heb jij zin in, hè? Even een echte douche. Daar heb ik wel even zin in, ja hoor, want met deze temperaturen ga je wel een beetje zweten. Ja. En stinken. En dus stinken, ja. We zijn een wandeling aan het maken in Marimetsa-Boch. Dat ligt tussen Hapsalu en Tallinn. Ja, even uit mijn hoofd geleerd, hè. Want dat zijn namen. We doen eigenlijk overal altijd wel ons best om hallo en goeiedag te leren zeggen. Maar nou, het is hier nog niet gelukt. Maar goed. Het is een wandeling van 9 kilometer. Ik denk niet dat we hem helemaal gaan lopen. Want het is 30 graden. En best warm dus. Waarom heb je van die vieze poten? Ik heb je in de sloot gestaan. Heb je weer water gevonden? Afkoelen? Lekker, hè? Ja. Nou, ga nog maar even kijken. Kom je, Boris? En we zijn bijna bij onze camping. Nog 1,9 kilometer, zeggen ze. Er staat hier wel een bordje. 2 kilometer. Nou, dat zal dat al wel zijn. Ja, dat was hem. Van Moise. Dan moet ik hier. Van de Moise. Oeh, kijk nou. Ja, dit is er een met slagbomen. Een heuse spoorbaan. We hebben er toch ook al heel veel gezien zonder slagbomen. Ja. Ja. Als je hier op de trein stapt, ga je naar Tallinn. Oh ja. Dat is 1 kilometer van die camping. Dus dat was dat station, ja. Voor degene die denken van ik wil toch naar Tallinn en ik wil met de trein. Op 1 kilometer ongeveer. Ja. Hoef ze niet te reserveren, mevrouw. Nee, hebben we ook niet gedaan. Oké. Check in. Oh, check in. Nou, doen we dat. Check in.
Zal ik eens even gaan kijken? Ja, ik geloof dat het ook actie is. Ja. We staan op een mooie camping, zo'n 20 kilometer voor Tallinn, de hoofdstad van Estland. Mooie ruime plekken, super sanitair. Nou, gaan we nog eens even bedenken of we hier blijven en met de trein naar Tallinn gaan, of dat we toch met de camper gaan. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ja. En dan zit je lekker en dan krijg je een storingsmelding voor je neus, E516H. Oké, nou moeten we even wat aan doen. En wat moet je er dan aan doen? Even googelen. Oh, gas op. Nou, dat wordt een gasfles wisselen. Nou, gasfles wisselen doe je natuurlijk buiten. En boing. Dat was de set met koppelingen die naar buiten viel. En zoals je ziet hebben wij twee LPG flessen. Eentje is er aangesloten en de ander niet. En die ga ik nu even wisselen. Deze zal wel leeg zijn. Die moet eerst maar even dicht. En gasflessen hebben de nare eigenschap dat ze precies verkeerd om een koppeling hebben. Je ziet het rechtsom draaien om de koppeling los te krijgen. En het gaat allemaal erg zelf, want aan de andere kant zet je hem weer vast. En dan moet hij dus linksom. Maar ook de koelkast is een beetje boos. Staat ook in storing, dus die zullen we ook even opnieuw aanzetten. Zo, nou is hij helemaal uit. En nu gaat hij weer aan. Sla linksaf naar VCNP en je arriveert op je bestemming. Nou, kijk nou toch eens een echte hop on, hop off. Kan je ook mee natuurlijk. Ja. Links moet je achter die bus aan. Was dit een betaalde plek? Nee. Oh, ik dacht ik zei dat dit betaald en veilig was. Ja, die was er ook een stukje verderop. Zullen we daarbij gaan staan? Of... Ja, dat is mooi. Ja, een beetje tegen dat hek. Oud oorlogsschip. En daar staat je campertje dan naast. Nou, is ook wel weer leuk, toch? Naast het Maritiem Museum. Grote kreffelvlakte. En prima plek om te pitten hoor. Lekker rustig, niks gehoord. Je hoort nu wat lawaai met zijn kinderen van die hier op het Maritiem Museum lopen. Zo, even de onderkant van het schip bewonderen. Hier recht het roer. Hij heeft twee schroeven. Kijk, hier is er nog één. Dus ook twee roeren. En dit is een oude mijnenjager, want dit is een houten boot. Oud stukje havenkade. Het heet nu het Igloo Park, het Igloo Park, denk ik. En wel grappig, want je kunt hier gewoon naar de sauna. Kijk, hier voor mijn neus is Igloo Sauna nummer 3. En daar is Igloo Sauna nummer 4. Nou, stijgen gewoon vlak naast. Echt leuk. En Tallinn is een middeleeuwse stad met een middeleeuws centrum. En nog flink ommuurd. Hier hebben we een van de poorten van Tallinn. In combinatie met wat wallen. En dit is de Pikstraat, een van de leukere straten van
Tallinn, zegt men. Vind je dit ook een leuke straat? Nee, ik vind alle straten in het centrum leuk. Ja, het is een mooie stad, hè? Ja, dat oude centrum is... het oude centrum is prachtig. Ja. Dus of dit nou een mooiere straat is dan de rest? Nou, weet ik niet. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is gewoon een mooie stad. Ja. Die Mercedes die achteraan staat. Ja. En daar staat ook geen land op. Nee, er staat ook geen land op. Er staat wel een land op. Oh ja? Ja, zo'n Rus. Is dit nou een Russisch kenteken? Dit is een Russisch kenteken. Oh ja, ik zie het. Nou, hebben we dat ook achterhaald, want we hebben al meer van deze kentekens gezien. Nou, die moeten rotschop krijgen. En we staan hier voor de Russische ambassade. En voor de ambassade staat een hek. En dat hek dat hangt helemaal vol met dit soort uitingen van verzet. Oh, van hou eens even op, vriendelijke vriend. Ik weet niet waar je mee bezig bent, maar wij zijn het er niet mee eens. Ik ook niet trouwens hoor. Maar, en het is een indrukwekkend geheel. Dat is zonder meer een feit. Nou, en dan heb je aan het eind van de straat oma Gent die oplet of het allemaal wel goed gaat. Als je dan in de Baltische Staten bent, dan moet je ook iets kopen. Nou, waar zijn de Baltische Staten bekend om? Amber. En dit is een amber armbandje. Een amberbandje. Een amberbandje. We hier nog een van de stadspoorten van Tallinn. Een paar uur geleden wist ik toch hoe je die heette, nu even niet meer. Nou, er staan ook nog wel lelijke flats in Tallinn. Ik kan het stellen, ja. Dit is niet zo mooi. Nee, het staat er al een paar jaar. Thank you.
heel veel bomen. Ja. Allemaal wel heel veel dezelfde bomen. Ja. Het is niet helemaal ons ding, hè? Nee. Altijd een beetje sombere bossen, die dennenbossen. Ja. Nou, sowieso. Bossen zijn nodig en zijn ook wel leuk af en toe. Maar alleen maar bos, nee. Ik hou van uitzicht. Ja. Ja, we staan even bij de supermarkt aan het brood is op. Nou, we moeten wel wat eten natuurlijk. Dus even een broodje halen. En dan gaan we weer verder. We moeten nog een kilometer of 40. Dan zijn we er weer. We gaan zo even van rijrichting veranderen, maar dat gebeurt hier op een iets wat andere manier dan bij ons. Dat is gewoon haaks de bocht om de andere rijrichting en dan ergens een afslag. Links uitvoegen hier op de snelweg. Ja. Kijk, je ziet het hier op het bord staan zo meteen. Wij gaan voor de middelste optie. Nou ja, het scheelt hier wel een viaduct. Ja, dat of een rotonde. Dat hoef je daar niet te bouwen. Ja. Ja, een rotonde zou er ook niet anders zijn. Nee. Nou, dan mag je hier dwars oversteken. En dat kan wel. Dan hebben ze de weg een beetje verbreed, zodat je ook nog weer kan invoegen. Het is wel een extra stroom. Maar het is toch wel leuk op de snelweg, toch? Nou, jij mag rechts blijven, want je moet er meteen af. En ik moet er wel af. Ja. Campers mag wel, caravans niet? Nee, je mag er geen caravan neerzetten. Dat is eigenlijk ook raar. Heel raar. Kijk, even een voorbeeldje van de Estse taal. Haljallavalla, Tenuskuskus, dat is gemeentehuis. Ranaklubi, wat was dat nou weer, zei ik? Strandclub. En Ramatukogu, bibliotheek. Nou, kun je toch geen brood van bakken. En wij gaan even een rondje lopen in het dorp, op zoek naar een bakker. Of een supermarkt met een broodje. Feuzu Pritisikuur. Als je snel leest, denken wij dat de frietschuur staat, maar het is dus de spuitschuur. Ja, het is de vrijwillige brandweer, dat staat in dat bovenste. Oh, oké, wat grappig. Uit 1913, 1912. Op weg naar de poot, de supermarkt. Hadden ze brood in het dorp? Ze hadden brood. Ze hebben brood. Nee, want nu heb ik het. Ja. Oh. En dan loop je zo over het fietspad naar het strand. We gaan even een stukje langs de kust fietsen. Maar hoe lang onze fietstocht duurt, weten we niet. Want er hangen wel een paar zwarte wolken. Maar goed, gaan we gewoon. Regenjas mee. Had ik idee. Zitten we de hele dag binnen. Kijk jij uit voor de bejaarde soos? Thank you.
We zijn naar de andere kant van de baai gefietst. En precies hierachter ligt Fazu, waar wij vandaan komen. Wat een stille zee. Het was ongeveer 6 kilometer fietsen hier naartoe, dus dat is een klein stukje. En gewoon weer door zo'n lief dorpje heen. Ja, we zijn nu in Keesmu. En we komen uit Fosu. Fosu zo gefietst naar Keesmu. En nou zijn we daar. Die ene rot is helemaal wit van de vogelpoep. Tussen de rotsen door zie je wit gebouw. Daar staat de camper. Mooi baai. Prachtig is het hier. Heel erg mooi. Super. Zeker als het zonnetje weer schijnt. Als de zon schijnt is het helemaal geweldig. Nou moet ik nog zwemmen ook zo meteen. Verdorie. Met lekkere regenbui op ons hoofd. Ja, we hebben gezegd als de zon gaat schijnen gaan we nog zwemmen vanmiddag. Maar nu is de middag gelukkig al bijna om. Het was hem weer. Einde van vlog 83. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Volgende week in ons filmpje onze terugreis naar Nederland. Niet in één week hoor, maar we beginnen er wel aan. Op naar het zuiden. Naar ons eigen thuislandje. Ja. En duimpje worden we blij van. Abonneren en een belletje ook. En jullie leuke en lieve reacties natuurlijk helemaal. Tot volgende week.